Wat voor dingen zijn jullie nog meer op aan het trainen? Nou, we zijn dus heel veel op snelheid aan het trainen. Dus wat we ook deze week gedaan hebben, is hebben we wat extra telltales in het zeil geplakt. Van waar we naar kijken. Ja, dat we iets meer met proberen te kijken naar het zeil, hoe het erop staat. Dat we dat niet alleen de coach ons kan vertellen van buiten. Maar dat we ook zo omhoog kijken en dat we denken, we willen dit veranderen. Of dat we wat meer gevoel daarvoor krijgen. We gaan ook nog kijken naar verschillende mastvoeten. Dus je mag niks aan je mast zelf veranderen, maar sommige mastvoeten zijn net iets anders dan de anders. Dan gaan we wat verschillende proberen. Ja, en technisch ook wel, want kijk, op een gegeven moment heb je je eigen techniek. En dat ga je niet 3 maanden voor de spelen, ga je niet nieuwe technieken aanleren. Ja, dus ook gewoon hoe we door de boot bewegen. Ik pak de schoot over tijdens de grijp, de grootschoot. Terwijl Annette die spier aan het rondtrekken is, probeer ik dat snel te doen. Dat is een soort vingertrucje. Waar ik eigenlijk dacht, nou, dit lukt me niet, ik ben niet klaar mee. Ik pak hem gewoon over bij het blok. Daar ga ik bijvoorbeeld nu, denk ik, oké, elke grijp die ik doe, ga ik even dat vingertrucje doen. Je bent ook erg blij als dit wel gelukt is. Ja, yes! I did it! Hele slechte grijp, maar ik heb wel mijn vingers goed gedaan. Ja, dus Vertel, ja. wat is dat vingertrucje dan? Nou, kijk, we hebben natuurlijk die trapeze. En in mijn trapezehand heb ik ook de grootschoot. Dus dan trek ik mezelf naar binnen. Maar kijk, ik kan niet door die trapeze en door die schoot heen. Dus als ik hem aan de goede kant van de trapeze met mijn vingers kan krijgen, ja, dan kan ik in één keer doorlopen. En als ik dat niet heb, dan moet ik halverwege de grijp de schoot een keer loslaten. Want dan zit hij eigenlijk onder de trapeze heen gedraaid, Ja. toch? Als je maar de verkeerde kant Ja. hebt. En dan pak ik hem gewoon opnieuw op bij het blok. Wat prima is. Maar als ik hem één keer opnieuw moet oppakken, betekent dat ik een halve seconde langzamer door de boot heen ren. Want dan sta ik heel even een soort van gepauzeerd om hem op te pakken. En als ik dat wel goed doe, dan ren ik in één keer door en dan spring ik aan de andere kant naar buiten. Ongelooflijk.